bij de examentraining T4 bloedsomloop. Hier is een buisje bloed en als je dat een poosje laat staan, dan ziet het er zo uit. Met bovenin het bloedplasma, 45% en 55% bloedcellen, waarvan de meeste rode bloedcellen. Het plasma vervoert voedingsstoffen, afvalstoffen en koolstofdioxide door je bloed. En zuurstof wordt door de bloedcellen, de rode bloedcellen, vervoerd. Hier zie je de verschillende bloedcellen, de witte bloedplaatjes en de rode bloedcellen in een haarvat en de witte bloedcel daarbuiten. Je bloedsomloop vervoert bijvoorbeeld zuurstof van de longen naar het hart, naar het lichaam. Daar geeft het in de organen zuurstof af en neemt de koolstofdioxide die er ontstaat op en die wordt weer vervoerd naar de longen en van daaruit naar de buitenlucht. Dit is een preparaat van bloed. Je ziet de rode bloedcellen, die zie je roze, en de donker gekleurde dingen, de cellen, dat zijn witte bloedcellen. Bloedplaatjes zijn te klein om op dit preparaat te kunnen zien. Dit is een uitvergrote rode bloedcel en daarin zit hemoglobine. En dat vervoert de zuurstof. Hier zie je in de longen dat de hemoglobine aan de zuurstof bindt, of liever gezegd andersom. Het bloed vervoert het zuurstof door de bloedvaten, dan komt het in de buurt van de cellen en daar laat de zuurstof los. En de cellen krijgen hun zuurstof. Hier zie je bovenin de slagaders, onderin de aders en daartussenin zie je de haarvaten. Die gaan we wat beter bekijken. Hier zie ik een bloedvat. Wil ik nou weten wat voor bloedvat het is? Dan kan ik naar een aantal kenmerken kijken. Zo zie ik hier een vrij klein lumen. Dat is de binnenkant van het bloedvat. Dat is niet zo groot. Ik zie geen kleppen en ik zie een hele dikke spierwand. Dan weet ik dat ik te maken heb met een slagader. En die dikke spierwand is nodig om wanneer het hart samentrekt uit te kunnen zetten en weer terug te veren als de kamer niet meer samentrekt. Hier zie ik weer een bloedvat met een groot lumen. Die binnenkant is veel groter. En ik zie een klep zitten. Omdat ik ook een dunne spierwand zie, weet ik dat ik hier met een ader te maken heb. Een holle ader, geen slagader dus. En door de klep kan ik ook zien dat het bloed in deze richting stroomt. Dan hebben we nog het derde bloedvat, het haarvat. Je ziet dat het een heel klein lumen heeft, want het rode bloedcelletje wat je ziet zitten, kan daar maar net doorheen. De wand is maar één cellaag dik. Dit is een haarvat. En hier een tekening van het bloedvatenstelsel. Zo heb je de kleine bloedsomloop die het bloed vervoert van het hart naar de longen en weer terug naar het hart. De grote bloedsomloop vervoert het bloed van het hart naar de organen en weer terug naar het hart. Zo'n rondje bekijken we nog wat nauwkeuriger. Een rode bloedcel die moet zuurstof en voedingsstoffen gaan brengen. Hij is in het hart en gaat eerst, zoals je net zag, zuurstof halen via de longslagader. De enige slagader die blauw de zuurstofarm bloed vervoert. Hij gaat immers naar de long om zuurstof op te halen. In de haarvaten van de longen wordt zuurstof opgenomen en koolstofdioxide afgegeven. En via de longader stroomt het bloed weer terug naar het hart. Nu aan de andere kant van het hart, via de aorta, gaat het bloed naar alle organen. Bijvoorbeeld naar de darmslagader. En in de haarvaatjes van de darm worden voedingsstoffen opgenomen. Die voedingsstoffen worden vervoerd, en dat staat niet helemaal goed in deze afbeelding, via de poortader naar de lever. En dan in de haarvaatjes van de lever komt het terecht. En via de leverader komt het bloed tenslotte terecht in de onderste holle ader. En via de onderste holle ader komt het terecht in het hart. We hebben een hele ronde gemaakt. Je hebt gemerkt dat alle slagaders heten naar het orgaan waar ze naartoe gaan. De aders aan het orgaan waar ze vandaan komen. En dat er één uitzondering is, de poortader. We bekijken het hart wat nauwkeuriger.
In een plaatje is dit rechts en dit links. Kijk maar naar je eigen hart als jij op je rug zou liggen. En nog een plaatje en hier komt het bloed aan van het lichaam. Het komt in een holle ader terecht en komt terecht in de rechterboezem. Als die rechterboezem samentrekt, gaat het bloed door de rechterhartklep en komt terecht in de rechterkamer. Je kunt zien dat het de rechterkamer is, omdat de wand dunner is dan van de linkerkamer. De linkerkamer moet het bloed naar het hele lichaam vervoeren en het bloed in de rechterkamer alleen maar naar de longen. Dus hoeft die minder krachtige wand te hebben. Vanuit de kamer, als die samentrekt, gaat het bloed door de slagaderklep en komt terecht in de longslagader. En in de longen neemt het bloed zuurstof op, komt via de longader terug, maar nu in de linkerboezem. Wanneer die samentrekt, gaat het bloed door de kamerklep, de linkerkamerklep, en komt terecht in de linkerkamer. En door de slagaderklep komt het bloed terecht in de aorta. Vanuit de aorta wordt het bloed vervoerd naar het lichaam. En dan hebben we alle hartkamers gezien en alle kleppen. Hoe stroomt het bloed nou toch terug vanuit je benen? Daar zit te weinig druk vanuit de slagader op. Dat doen je spieren. Doordat die samentrekken, zoals je aan de linkerkant ziet, stuw je het bloed omhoog en door de kleppen in de ader kan het bloed maar één kant op stromen en niet terugstromen als de druk wegvalt. En dat zie je aan de rechterkant. Daarom gaat je been vaak slapen als je het lange tijd niet beweegt en wordt dan te weinig bloed ververst. Hier zie je het bloed wat vrij door de hartkleppen stroomt. Dat gaat gewoon door de zwaartekracht. Dan trekken de boezems nog een keer samen en dan krijg je daarna het samentrekken van de kamers. In dat geval gaan de hartkleppen dicht en de slagaderkleppen gaan open en het bloed stroomt de slagaders in. Dit is de systole en het plaatje links is de diastole. Hier zie je een haarvaatje en het haarvaatje is beschadigd geraakt door een hoge bloeddruk. Dan is de wand niet meer zo glad, kan het plak zich afzetten en er kan ook een verstopping komen. En wanneer zo'n verstopping in het hart is, dan is dat heel gevaarlijk, omdat je hart dan te weinig voedingsstoffen en zuurstof krijgt om samen te trekken. In dat geval kun je dotteren. Een ballonnetje wordt ingebracht, plaatje 1. In plaatje 2 zie je dat het ballonnetje wordt opgeblazen. Het haarvaatje wordt uitgerekt en de plak wordt weggedrukt. En in plaatje 3 zie je dat er toch nog wat plak resteert, maar dat de opening in de haarvaten groter geworden is. Wanneer dat niet mogelijk is, kun je ook een bypass aanbrengen. Dan wordt er bloed afgetapt uit de aorta via een stukje bloedvat en weer op de juiste plek in de kransslagader gebracht. Een bypass. We hebben nog niet gekeken naar het lymfevocht en dat hoort ook bij het bloedvatenstelsel. Hier zie je een cellen, een haarvat en een lymfevat. Daartussenin zit uiteraard weefselvloeistof, maar dat gaan we zo bekijken. Dit is de stroomrichting van het bloed. En het bloed, daar zit in het bloedplasma, weet je nog, dat kan uit het haarvat komen. Het heeft ook maar één cellaag dikte en daar kan makkelijk dat plasma uit terechtkomen om voedingsstoffen en zuurstof bij de cellen te brengen. Op het moment dat het bloedplasma buiten het haarvat is, noem je het weefselvloeistof. Het weefselvloeistof brengt voedingsstoffen en zuurstof en een gedeelte van die weefselvloeistof stroomt weer terug een eindje verder het bloedvat in. Dan noem je het weer bloedplasma en stroomt het zo verder. Maar zoals ik al zei, een gedeelte stroomt terug, want een ander gedeelte wordt wel weefselvloeistof. Maar vanuit de positie van de weefselvloeistof gaat hij niet terug het haarvat in. In plaats daarvan komt hij terecht in een lymfevat. En op het moment dat het in een lymfevat zit, noem je het weer lymfe. En dit lymfe stroomt via een heel lymfevatenstelsel naar de borstbuis, een hele grote verzamelbuis, en die komt terecht in de bovenste holle ader.
en zo wordt het weer bloedplasma. Hier zie je dat proces nog een keer. Links een haarvat waar het bloedplasma uitgaat, weefselvloeistof wordt en dan terechtkomt in het lymfe. Je ziet dat lymfevaten, net als aders, kleppen hebben. Daardoor stroomt het lymfe maar één kant op. Je hebt een heel lymfevatenstelsel met lymfeknopen en die lymfeknopen zijn knooppunten van lymfevaten en daarin zitten veel witte bloedcellen en die controleren het bloed op ziekteverwekkers. En met dit plaatje zijn we aan het einde gekomen van de examentraining bloedsomloop. Veel succes met studeren!